Hier zien we Garfield nog eens. Miauw. We gaan nu naar de dokter gaan, een poes. Een poes. Ja. We gaan ze laten castreren, hè. Oh, porte. Laat je zien hoe ze dat je eruit gaat zien. Pussy. En hier zien we dan mijn lieve Garfield. Ietsjes na de operatie. Garfield slaapt. Helemaal in slaap. We zullen nog even laten slapen en zijn fietsje net verder gaan. En pussy. Garfield slaapt nog altijd. We gaan hem even een keer omdraaien. Op die andere zij. Zo braaf is ze nog nooit geweest. Ongelooflijk, hè? Just een vod. Garfield slaapt nog altijd, maar haar oogjes zijn toch al meer gezwollen. Beide zijn even belangrijk, vindt hij zelf. Het is zeker belangrijk om operationele ervaringen op te doen binnen Europa, binnen het Europese. Is er wat bijkomen? Als wij dan toch zouden spreken binnen 10, 15, 20 jaar misschien, om een verdere stap te zetten naar de exploratie van ons zonnestelsel terug naar de maan of naar Mars, dat we die operationele ervaring in Europa hebben, dat is heel belangrijk. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook belangrijk om de tijd die men aan het ruimtestation verblijft, om daarvan gebruik te maken om experimenten te doen en om nuttig onderzoek te doen voor de mensen hier op de aarde. Als de winnaar uit Moskou eens naar België terugkeert, wil iedereen hem zien en spreken. Maar hij zelf vindt dat belangrijk, ook al ziet hij zich niet als een rolmodel. Wat ik wel denk ik kan zijn, is een voorbeeld of toch een aanzetpunt voor jongeren. Nog wel een beetje slapen. Voor wetenschappelijke studies, om zich te interesseren voor wetenschap, om zich te interesseren. Garfield probeert wakker te worden, ze. Pussy. Tegen 8 uur, zoals een dokter gezegd heeft. Stap nog maar een beetje. Hè. Poes. Ben je wakker? Poes, laat iets ergens heen gaan. Kom, laat mij maar even helpen. Je bent veel te slap. Dan gaat hij niet heen. Die gaat overgeven. Niet op mijn mat. Nee, niet op mijn mat. Shit, hè. Ja, dat ligt er het onder, hè. Kan niet, ik zie hier. Het is toch te laat. Dat is de uitwerking van dat ding van de... Vergeet, noem je dat, van die verdoving. Daarom gebruik ik het elke dag. Sensodyne, de juiste keuze. Is dat alles? Wanneer uw huid slapper wordt, ziet u er ouder uit. Allee, leg kots nog eens. Een revolutionaire gepatenteerde technologie. Protein stimuleert de fibroblasten en versterkt. Volgens mij met die water aan mij. Resultaat: de huid wordt gelift. In 8 weken
zichtbaar. Ontdek nu ook Protein Lift Core, de nieuwe technologie voor de versterking van uw lichaam. Rook, beloof.